Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Feyenoord bikkelt zich gelukkig naar 3 punten tegen AZ, terwijl hij tegen Ajax en Kudus bevrijdt. Verder wordt Van Nistelrooy letterlijk ziek van PSV, raakt FC Twente in paniek door het vertrek van Jans en loopt RKC de Polonaise. Speelronde 22 zit er alweer op, wij zitten er klaar voor, dus volle kracht vooruit naar een nieuwe derde helft. Give the cup today to Ajax. Laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten. Ik heb wel wat scheldwoorden en je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dat kan ook een verschil maken in een week met 3 wedstrijden, 9 dagen. Hallo kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de derde helft. Mijn naam is Snijboon en welkom terug bij de derde helft. De Eredivisie podcast waarin wij alle 9, maar vandaag 8 potjes nabeschouwen. In 3 kwartier rennen wij langs alle velden en alle teams. Zoals je hoort is Gijs er een weekje niet, maar verder zijn we op misschien wel betere sterkte nog. Papa Pepijn is even zijn bubbel verlaten. Tim is weer terug van zijn scoutingsreis uit Zuid-Afrika. En wij worden gecompleteerd door vriendin van de show, Leonne Stentler. Welkom terug. Dankjewel. Voor de mensen die je niet kennen, je speelde voor onder andere ADO en Ajax tijdens je eigen carrière. In 2015 stopte je. Toen heb je... En het Nederlands elftal, mag je er ook wel en bij zeggen. Oranje, het staat hier wel, ja. Daarna heeft hij drie. Hij dacht, dat maakt niet uit. ADO wel. ADO, veel cooler. Ja. Je studeerde persuasieve communicatie. En tegenwoordig ben je op tv te zien als analist van de NOS en ESPN. Nou wil ik wel heel graag weten hoe je persuasieve communicatie gebruikt tijdens je werk als analist. Wat is het überhaupt? Nee. De kracht van overtuigen, denk ik. Uiteindelijk ging het daar gedeeltelijk over. Maar ik had net mijn bachelor gedaan en ik moest een master doen. En dit was de enige master die te combineren was met de trainingen bij Ajax. Oh, want je deed tijdens je carrière. Ja, zeker. En dus ik heb me gewoon ingeschreven. En uiteindelijk, het ging vooral om leren onderzoek doen. Ik heb niet echt geleerd uiteindelijk hoe ik mensen moet overtuigen. Dus... Ook niet op het veld. Dat iedereen elke keer als jij zei hier, dat alle ballen naar jou gingen. Als analist is het ook best handig namelijk. Ja, precies. Maar het was zo theoretisch en zo gericht op uiteindelijk in de wetenschap terechtkomen, dat ik er niet echt heel veel wat dat betreft van geleerd heb. Welke collega is van jou het moeilijkste overtuigen? Ja, Kenneth Perez is dan soort van het master-examen. Ja. Als die ooit zegt, eigenlijk heb je daar wel gelijk in. Goed punt. Ja. Of je bent er gewoon heel goed in en je gaat gewoon nooit het toegeven. Ja, omdat dan weet iedereen het. Ja, precies. Nee, ja, ik zit even te denken wie het moeilijkste over... Nou ja, bij ons Stekelenburg is ook wel moeilijk te overtuigen, hoor. Ze zijn allemaal wel redelijk overtuigd van zichzelf. Anders word je ook geen analist. Ja. Je moet wel een goede argument komen, ja. Nou, we gaan het vandaag zien hoe goed de argumenten zijn. Jongens, ik heb zoveel vragen aan jullie beide. Pepijn, laten we bij jou beginnen. Je bent 2 weken vader. Het is carnavalsweekend. En je zit hier. Ja, dat ging wel een beetje. Ik ging een beetje met elkaar samen. Want ik zat dus met die kleine lekker op de bank. En toen kreeg ik allemaal van die filmpjes en foto's vanuit Tulpentanenstad, Roosendaal, toegestuurd van carnaval. Toen werd ik echt helemaal onrustig. Dus toen dacht ik van ja, daar naartoe gaan is helemaal geen goed idee. Dus ben ik maar hier naartoe gegaan voor een beetje afleiding. Dus eigenlijk zijn jullie mijn vervanging van carnaval. Wij zijn jouw anonieme alcoholiste vanavond. Nee. Ik had... Nee, het ging hartstikke goed thuis. En ik had gewoon zin om hier weer te zijn. Om jullie te zien, Leonne te zien. Dus ik dacht, alleen maar leuk. Wat is een hoenpapa eigenlijk? Dat is toch ook, heeft er ook iets met carnaval. Oh, dat ben ik nu. De hoenpapa. Ja, dat dacht ik. Is dat iets of niet? Jij dacht dat het een hoenpapa was. Zo, de vader van een hoen. Is jouw dochter dan nu de hoen? Nou, Tim, je bent terug. Je bent heerlijk op vakantie geweest. In de tussentijd hebben wij maar gedaan met jou al die jaren die lukten. Ja. Hoe is het met de doorbraak? Dat zal je toch verdomme net zien, zeg. Het gaat gewoon al langer dan een jaar. Elke aflevering is de eerste vraag aan mij, hoe gaat het met de doorbraak? Ik ben er 1 aflevering niet en er wordt meteen een reuzenschaal bezorgd. Hij ligt nu hier op tafel. Ik moet zeggen, het deed me meer dan ik zou willen. Ik vond het echt... erg leuk. Zo'n foto van de tafelberg dat Tim zag te huilen, zo in de verte staren. Op vakantie ga ik met mijn vriendin heel vroeg naar bed. En die lag om 10 uur zij te slapen. Toen heb ik 1,5 uur lang zo'n YouTube livestream gekeken van Toto Voetbalfest. Ja, ik vond het erg leuk. Nog herkend, Zuid-Afrika? Nee, dat zette me wel met beide benen op de grond. Vond ik wel jammer, maar niet herkend. Nee.
Nou, dan gaan we door, jongens. Pepijn, goed dat je er bent. Voor de rest ook. Pepijn, als je in slaap valt halverwege of zo. Of als we... Ik denk wel dat ik gewoon geen mening... Ik ben nu zo'n zacht ei geworden. Gewoon geen mening meer. Dat ik zelfs Groningen wel oké vind. Jij bent de bachelorscriptie van Leonne, ben jij. Ja, sowieso. Gaan wij naar het voetbaltour. We beginnen zoals altijd met het gestrekte been. En met het gestrekte been zetten wij zoals elke week eventjes de mensen aan tafel op scherp. En vandaag is het gestrekte been... Slot moet Trauner gelijk weer blesseren op de training. Eens. Oneens. Oneens. Nou, laten we bij Leonne beginnen. Ik zou zeggen, Geertruida lekker op rechtsback zetten... en Trauner weer op zijn vaste plek. Ik vind, ja, Trauner is echt... Hij is niet meer onderschat, maar ik vond dat hij best lang werd onderschat... in hoe belangrijk hij voor Feyenoord was. Nou, dat merkte je toen hij eenmaal wegviel. En ik zie ook wel dat Geertruida het waanzinnig goed doet... Maar dan zou ik Pedersen opofferen. Maar bij elke andere trainer had ik ook wel gezegd eens. Omdat, zeg maar, als je bij Van Nistelrooy of bij een Schreuder... was het echt een hel geweest als ze in één keer een keuze moesten maken tussen twee toppers. Maar ik denk dat Slot een van de weinige trainers in de Eredivisie is... die gewoon daadwerkelijk uit kan leggen aan Trauner waarom hij nog niet gaat spelen. Of een Geertruiden kan slachtofferen of andere jongens kan slachtofferen. Dat hij dat, zeg maar, van Slot geloof je dat en kan je dat accepteren... en ga je alleen maar harder je best doen. Dus... Daar gaat het team nog beter van worden. Ja, ik ben gewoon ontzettend bang dat als Geertruida nu weer uit het centrum verdwijnt... dat we nooit zullen weten waar zijn plafond ligt. Omdat ik denk dat dat zijn beste plek is. En ik heb best wel hoge verwachtingen van Geertruida. Omdat hij veel eigenschappen heeft die een centrale verdediger nodig moet hebben. Dus ik zou het gewoon heel jammer vinden als hij de Urbie Emanuelsson van Feyenoord gaat worden. Dat hij op alle plekken wordt ingezet wat jij wil, Leon. Ja. Jij wil nu op rechtsback zetten. Niet gelijk wijzen, Trips is de gast. Wat persuasief was het. Ja. Vond je niet dat ze gelijk had? Goed punt. Wat een domme vraag trouwens. Nee, ik vond het. Ik wil dat Geertruida daar blijft staan. En Hansko is beter dan Trauner, dus dat gaat hij sowieso niet doen. Nee, dat snap ik. Ik snap heel goed deze overweging. Ik denk wel dat je eigenlijk... Het is toch ook lekker om hem op de bank te hebben, Trauner? Tuurlijk is het lekker. Dat is gewoon hartstikke luxe. Maar ik vind Trauner echt een speler... inbrengt, toch? Ik vind een speler die heeft 2,5 jaar nodig om snelheid te komen. Maar dat vind ik niet de speler die je denkt van die brengen we nog even lekker erin. Nee, die ga je niet brengen. Die moet je of laten starten of niet. Oké. Maar Van Nistelrooy wil toch spelen met zeg maar wat hij met deze wil. Dat kan je met Geertruida wel natuurlijk. Dat je eigenlijk met z'n drieën bijna komt. Ja, Hartman heel hoog. En dan heb je wel nog de kwaliteiten van Geertruida. Want dat gaat niet met Trauner. Oké, okay, dat vind ik overtuigend. Dat vind ik goed. Lekker. Wat zeggen onze volgers, Nijman? Nou, we hebben er eentje die het eens is. Dat is Zwolle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm-hmm. Maar die mengt zich er toch even in. Die zegt ja, met gestrekt been graag. En oneens, in die kantine, die zegt de schorsing van Slot zou Feyenoord ook erg slecht uitkomen. Ja. Maar mij lijkt het voor de portemonnee dus ook het beste als Geertruida centraal speelt. Of moet dat niet meetellen? Dat moet niet meetellen, maar het ligt wel aan het verlengde van wat ik zei. Zeker. Want ik denk dat het voor de speler Geertruida het beste is als hij gewoon alleen maar centraal kan focussen. Dat is toch zo? Ik denk het wel. Hij komt daar. Je hebt daar wel gelijk in dat hij daar op zijn best is. Backs zijn wel meer waard, toch? Geertruida is denk ik centraal wel meer waard. Maar de compromis is in balbezit met drie centrale verdedigers. Ja. Zodat Hartman doorschrijft, zoals alle topploegen doen tegenwoordig. Dus daar gaan we gewoon voor. Gaan wij door naar de wedstrijd. En dat is niet zomaar eentje. Dat is de wedstrijd van de week. Hey, ja, la, 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 la. De wedstrijd van de week. Van de week. Wedstrijd van de week. Ja, en het is maar goed bij Feyenoord AZ 2-1 dat Feyenoord nog een collectief heeft. Want individuele spelers blijven er steeds minder over. Zonder Bijlo en Kukcu ook deze week ontregelt het sprankelende AZ met succes door ouderwets de beuk erin te gooien. En omdat geluk met de dapper is, besloot Pedersen het in de laatste minuut te proberen. En besloot Karlsson de dappere Pedersen te helpen. 2-1 in de laatste minuten. Leonne, is dit nou de kampioensoverwinning van Feyenoord? Ik denk het wel, ja. Ja, en ook dat je zo'n geluk hebt, dat is wel typisch voor uiteindelijk een team dat kampioen wordt. Want het een 1-1 was echt volledig terecht geweest. En dit moet je hebben. En ja, vind je dat? Dat terecht was geweest? Ja, zeker. Ja? Ja. Okay. Tweede helft was AZ, uiteindelijk hebben ze niet één keer volgens mij op doel geschoten. Maar de eerste helft was AZ een stuk beter dan Feyenoord. En ja, ik vond het echt wel gelijkwaardig. Ja, ik zag... niet een kampioensploeg aan het werk. Zowel AZ niet als Feyenoord niet. Maar, nee, dat is het hele seizoen natuurlijk, met alles al. Maar was dit niet een hele bewuste keuze van Slot? Want ik zag Feyenoord-spelers wel echt nog harder erin kleunen dan normaal. Het leek ook wel dat ze gewoon tegen elkaar hebben gezegd... ja, met wat we allemaal missen gaan we het voetballen ook niet redden. Dus dit wordt het spelplan. Dat zou kunnen. Zeker. Tim, wie is de beste buitenspeler van dit Feyenoord?
De Rozen. Ja? Ja. Ook, hij stond nu op 10, toch? Ja. Ja, ik denk echt dat hij... Want ik zie bij Pajau en bij Jahanbash, die hebben een plafond, maar dat is gewoon best wel laag plafond. En De Rozen... Ik denk dat ze daar al zo zeg maar, met hun hoofd schuin tegenaan zitten. Zo'n kruipruimte. Ja. Ja. Nee, ja, ik denk nog steeds dat De Rozen gewoon ook nog maar op 80% zit. Dus ik denk dat hij echt nog veel beter kan. En bij Pajau heb ik niet dat ik denk van hij is de opvolger van Sinisterra qua... Dat is gewoon niet zo. Kijk, Slot heeft een enorm zwak voor Jahanbash en voor Pajau. Omdat ze, zoals Roger Smith zei, tactical reliable zijn. Hè? Ze kunnen goed verdedigen en werken ook nog hard aanvallend. Maar nee, ik denk dat De Rozen de beste is. Maar hij moet hem wel lekker op die flanken zetten. Want op 10, leuk experiment. Nee, zeker. Leuk maar experiment, dat moest maar... nu gewoon weer, toch? Ja. Ja, nee, het moest nu ook. Ja, precies. En je zag het, hij liep echt met zijn ziel onder zijn arm daar rond. Maar klopt ook. Maar ik ben het met Tim eens dat hij wel de beste buitenspeler is. En ik vind dat je eigenlijk als trainer, ik ga gewoon iets van kritiek leveren op Slot, nooit je beste speler moet slachtofferen voor een tactische... Nou, voor hij is niet de beste speler, maar wel de beste buitenspeler. Maar ik vind die Walemarks ook een triest verhaal uiteindelijk. Hè? Die was nog in de winter dat er sprake was dat die verhuurd zou worden aan FC Emmen of zoiets. Ja, en er werd aan Sparta volgens mij toch aangeboden. Ja. Nou, dat zou dan wel op zich leuk zijn. Maar, ja, maar hij leek heel lang zo'n speler van als het gaat lopen, dan wordt het wel. Maar op een gegeven moment moet je wel concluderen van het gaat gewoon niet meer. Het gaat niet meer lopen. Nee, maar ik vind dat dus wel echt eigenlijk super slordig scout van Feyenoord. Want ze zaten echt nog niet in de positie om makkelijk 4,5 miljoen voor een speler uit te trekken. Martijn Krabbenam schreef in zijn eerste artikel, het is een combinatie tussen Rob en nog een andere vleugelflitser. Maar het is gewoon... Ik had ooit in de jeugd een speler. Die zei altijd, ja, ik vergelijk me altijd een combinatie tussen Rob en Van Persie. En die voelde nu bij Halsteren 6 of zo. Nee. Ja, maar dat is wel echt heel slecht gescout. Ik bedoel, Hansko en Trauner, we hebben er al vaak genoeg over gezegd dat allemaal geweldig was. Maar Walemarks is gewoon echt een miskleun geweest, toch? Ja. Dan kan hij altijd 6 gooien. Laten we nog heel veel naar die twee Pedersen momenten gaan. Bij de gelijkmaker roept heel Alkmaar en omstreken, de Zaanstreek is dat, dat het Hens is. Zijn we het daarmee eens? Nee. Nee. Allemaal geen Hens? Nee. Nou, dan weten we dat. En dan, totdat jij hier binnenkwam, dacht ik dat Pedersen wel op goal schoot, maar gewoon heel slecht. Maar jij zei, volgens mij is het gewoon een voorzet. Ik denk echt dat hij hem gewoon voor wilde gooien. En doordat hij wordt aangeraakt door Carlsen, wordt hij soort van gelanceerd, die bal. Want hij, ja, ik vind hem met rechts al niet waanzinnig goed. Dan is dit zijn chocoladebeen. Hij kijkt en eigenlijk koppen niet. Kan hij ook niet. Nee, kan hij ook niet. Nee. Nou, en hij, ik denk echt dat hij hem op de tweede paal gewoon voor wilde geven. Maar doordat de Carlsen raakt, vliegt hij erin. Want als dit een schot was en hij was logischerwijs gewoon 7 meter overgevlogen of naast. Ja, precies. Dan word je als de teamgenoot echt helemaal lijp. Ja. Dat is echt zo'n verdedigersactie. Ja. Van, doe. Maar is dat gewoon de eerste keer dat dit omgedraaid is? Dat normaal heb je altijd van die voorzetten die erin waaien. En dan zeggen buitenspelers altijd, nee, het was wel echt de bedoeling. Is dit dan de eerste keer dat hij op goal schoot, maar eigenlijk dan daarna mensen ervan moet gaan overtuigen, nee, het was echt de voorzet, geloof je wel? Dat ook Slot nu nog boos wordt, dat hij mij eigenlijk schoot. Ja. Er viel mij nog iets op bij AZ. Ja, zeker. Daar wilde ik heen, jongen. Ja, ik ben Willy en Gij René. Ik heb deze wedstrijd gisteren op het wifi van Cape Town Airport gekeken. Dus ik weet niet zeker of Mijnan speelde. Maar ik zag in ieder geval wel Fido Dido in het stadion. Hij lijkt best wel, toch? Ja, zeker. Ja. Wel de een van de twee van me in de zon gezeten. Dat is toch ook dat ene snoepje uit dat Red Band pretpakket? Zeg maar, ja, ja, klopt. Ja. Ook zo, dat is, maar wat is dit mannetje eigenlijk? Want hij staat toch ook op Sprite-flessen en zo? Ja, hij doet heel veel klussen. Een soort dik advocaat. Hij freelanced. Freelance snoepjes. Hij stapt ook altijd over. Van Autodrom naar Red Band. Van Sparta naar AZ. Ja. Maar dit is echt de laatste fles waar ik op sta, hè? Dat zegt hij dan ook, toch? Ja. Dan heeft hij al bij 5 flessen gehad. Hè? Ja, en dan is er weer een of andere Irakees snoepmerk wat heel veel geld biedt. Dan gaat hij daarheen. Pep, om deze wedstrijd af te sluiten. Misschien wat troostende woorden of juist niet. Wat voor gevoel houdt AZ nou over aan deze wedstrijd? Nou, ik denk dus wel prima. Wij zeggen heel vaak dat AZ, dat het daar zo rustig is dat het saai is. Dat het naar het saaie neigt. En nu weer. Zeg maar, ze hoeven helemaal geen kampioen te worden. Nou, ze hebben gegokt en verloren misschien daar uit in de Kuip. En ze gaan gewoon verder. Ze gaan vierde worden. Maar ik En iedereen tevreden. Ja, maar ik hoor de laatste tijd dus steeds vaker dat AZ scout op karakter. Dan scout ze dus op jongens die geen ambitie hebben.
Nee, of nee, maar heel serieus. Nee, relatief, van, ja, heel prima. Goed kunnen relativeren misschien. Nee, dan moet je bij Cambuur gaan spelen. Nee, want ze zijn wel goed genoeg voor AZ. Maar ze kunnen accepteren dat ze geen kampioen worden en dat ze... Ja, dus zat is gewoon het niet dan, meer in. Je kan best goed voetballen, wil je kampioen worden? Ja, ah, jammer, we dachten echt dat wat ging worden. Maar voetbal is natuurlijk emotie. En emotie slaat het eigenlijk niet echt ergens op. Dus het is heerlijk, joh, dat AZ. Gewoon van die spelers die gewoon een minuut naar de wedstrijd kunnen zeggen, ja. Ik bedoel, als je kijkt naar de voorhoede en dat middenveld, dat zijn allemaal gasten met karakter en met het juiste karakter. Alleen, je speelt bij AZ, dus je mag kampioen worden. Dat is gewoon. Maar is het ook niet zo dat AZ dit met je doet? Want als je een casino shirt aantrekt, toch? Dan word je automatisch gewoon een nerd. Gaat die weer? Nee, hoe lang heb jij al een casino shirt aan? Nee, ja, maar ik geloof dat Pavlidis heel veel furie heeft en dat Dani de Wit bloembollen opeet voor ontbijt. Maar als je het een AZ-shirt aangeeft, wordt het allemaal tandenloos, heb ik het idee. Nou, ja. Ik denk wel dat dat dus maar op het veld het AZ-effect dan... bijna is. Van het zou lekker zijn als het lukt, maar het hoeft niet per se. Ja, maar op het veld vind ik ze wel strijd. Maar goed, daarna, ja, er is precies. Er is gewoon geen crisis te krijgen daar. Dat idee heb ik een beetje. Ja. Conclusie, AZ is een soort yoga-retraite. Ja, goeie gaan conclusie. Wij naar Ajax-Sparta. Na een doordeweeks gelijkspel tegen degelijke Union Berlin wachtte Ajax het nog zo degelijke Sparta. De kleedkamerregels van Heitinga lijken de spelers tot nu toe meer te bevrijden dan te beperken. Want Ajax speelde beter dan het in tijden deed. En zo liep Sparta eindelijk weer eens tegen een nederlaag aan. En scheelt ons dat een tripje naar het kasteel. 4-0. Tim, een beetje een inkoppertje, maar je hebt het ook aan het genieten van Kudus, toch? Ja, wij zeggen heel vaak als een Eredivisie-speler iets goed kan... En dan geeft hij aan, hij kan bijvoorbeeld niet heel goed pasen. Snijboom zei het net ook al toen we Studio Sport keken. Ja, maar dan had hij niet hier gespeeld. Alleen Kudus kan alles, behalve dat hij tactisch vrij onbenullig is. Dus mm-hmm. Toen hij op een gegeven moment in de spits stond, liep hij alleen maar buiten spel. En toen zeiden wij al tijdens het WK Snijboom, van toen hij rechts buiten stond bij Ghana, dat is de plek waar hij tactisch het minst kwaad kan. Dus dan gaat hij ballon doorhalen. En het gevaar, of eigenlijk het stomme van Schreuder is, Kudus is het minst mondig van Berghuis en van Tadić sowieso. En Anthony speelde natuurlijk toen ook nog. Maar het is voor hem het makkelijkst om Kudus te slachtofferen, eigenlijk. Voor zijn eigen positie. Ja, met Bergwijn, Tadić en precies, Berghuis krijg je meer problemen met Anthony dan dat je met Kudus krijgt. Dus hij heeft eigenlijk gewoon het hele jaar, of eigenlijk het halve jaar, zijn beste speler niet gebruikt. Op de goede manier. En ja, dat is wel vrij onhandig. En als je voor meer dan 100 miljoen verkoopt. Als we dan nu kijken naar de opstelling van Ajax. Ik kan me niet aan het gevoel onttrekken dat het bijna debiel is hoe logisch deze opstelling is. Ja. Week in, week uit. Ja, grappig is en dat. En is dat dan een trainer daarvoor die gewoon het even niet meer weet en dat je dan de hele tijd maar door blijft wisselen en dat je dan op de duur helemaal niet meer weet wat de beste elf is? Kan dat gebeuren met een coach? Ik denk wel dat als je inderdaad... dat zie je bij meer teams. Dat je, als je eenmaal begint met, oh, ik weet het niet meer, nou ga ik die eens een keer daar proberen. En dan komt niemand uiteindelijk er meer in. Terwijl, ja, ik denk dat er best wel veel mensen vlak voor het vertrek van Schreuder al zeiden, ja, volgens mij moet Kudus gewoon op rechts buiten. En Bergwijn moet hoe dan ook op die linkerkant staan. Dus ik vind het ook gek dat het niet gebeurd is. Maar dat moet dan iets zijn van... Ik heb nou zoveel geprobeerd. Het is dat schuifspelletje met die auto's. Maar meestal... Dat je op de deur heb je al die auto's op een andere plek staan, maar nog steeds kan je niet die ene auto eruit rijden wat moet. Ja. Ja, het is heel raar. Maar de opstelling die nu staat, wat jij zegt, dat elke supporter op elk voetbalforum daaronder stond gewoon waarom speelt die en die. En meestal is dat uit emotie. Maar dit was gewoon... Dat je dacht, dit is gewoon steeds de opstelling. Ja. Dat je denkt inderdaad van dit... Ja. Hoe kan je dit niet zien? Wat heeft die Schreuder gedaan? Of heeft hij zulke persoonlijke vetes ook gehad? Dat zou ook nog kunnen. Nee, dat zou kunnen. Maar ik denk dus dat hij te veel als people manager die opstelling heeft bepaald. Van ja, maar als ik Bergwijn niet erin zet, dan wordt hij boos. Maar Tadić moet op links, dus dan zet ik Bergwijn maar op rechts. Weet je wel, ze zeggen toch altijd, alle spelers lopen weg met Schreuder. Nou, Blind loopt weg bij Schreuder, maar de meeste lopen weg met hem. Maar hoe zou Schreuder bij AZ? Zou het een wereldtrainer zijn? Ja. Alles mag. Inderdaad, de Schreuder zou perfect zijn voor AZ. Ik wil dit moment wel heel even pakken, want het gebeurt niet vaak. Maar Pepijn, we kunnen iets positiefs melden over de arbitrage. Ja, en dat doe ik ook graag. Want Paul van Boekel, na de goal van Kudus, had een shirt onder zijn shirt aan met Rip Atsu. Ook een mede-Ghanese heeft hem nog veel tips gegeven. Hij heeft veel betekenis gehad in zijn leven. Zei hij na een interview na de wedstrijd een eigen korte scheidsrechter geel te trekken. Als je shirt laat zien onder je shirt. En dat deed hij niet in dit geval. Dus dat is natuurlijk erg mooi. Maar ik denk wel dat hij andere scheidsrechters met een heel erg probleem op zadelt hiermee. Want het is natuurlijk volledig terecht, vind ik, dat je hier geen gele kaart vertrekt. Maar
Nu wordt het dus zo dat een scheidsrechter een waardeoordeel moet gaan geven over de boodschap die op het shirt daaronder staat. En dat zijn natuurlijk vaak of politiek geladen statements of... Gefeliciteerd oma Mien 92. Geel. Ja, dus misschien moeten we gewoon kappen met die gele kaart trekken. Als je een boodschap laat, lekker eens spelen. Ja. Een boodschap onder zijn shirt hebben. Ja, hier en... krijg je spijt van, Pep. Ja. Je bent nu de doos van Pandora aan het openen. Ja, wat gaat de voetballer onder zijn shirt hebben wat nou zo erg is... dat we daar een gele kaart voor moeten trekken? Ik haat je oma Mien 92. Oma Mien, sterf snel. Ja. Leur op met nee, je maar bedoel, het was. Spandoeken. Ja, het was mooi. Hij sloeg, Van Boekel sloeg even een hand om hem heen. En, ja. Nou, mooi moment. Mooi moment. Ja, zeker. En treurig natuurlijk waarom het... Nog een mooi moment. Saito van Sparta werd gewisseld. Die had je dat gezien, Leon, of niet? Die liep het veld af, draaide zich heel even om... en deed een heel net Japans buiginkje naar de grasmat. Zo vet. Wie bedankt die dan, Tim? Het gras? De grasskeeper. De spelers? Zo. Supporters? Zou die dat ook bij Utrecht doen? Nee, wij moesten dit altijd met judo ook doen. Dus ik denk de tegenstander. Ja, wat is dit? Ja, zeker. Wij, hè? Want ik heb het ook inderdaad. Ja, zeker. Wij hebben gejudo. Ja. Wij toen wij vroeger de mat ook. Ja. Maar het was toch altijd voor en na de wedstrijd. Zeker. Moest je eventjes groeten. Ja. En dan Ippon en dan groeten. Ja. Nee, dus ik denk de tegenstander. Nee, je bedoelt je werd Ippon gegooid en dan even groeten. Ja, precies. Ja. Nee, dus ik denk inderdaad, Kudus bedankt voor zijn mooie goal. En dan... Het is een beetje zelfs kruisjes slaan dat het meer bedankt is dat we allemaal in goed. Nee, dat vind ik egoïstischer, want dan dat gaat echt om je. Nou, hij bedankt nu gewoon. Dat nee, want je mag nooit bidden voor winst. Je mag niet bidden dat je de wedstrijd gaat winnen. Dus bidden dat is iedereen niet waar... gezond is gebleven en dat. Het is een beetje AZ eigenlijk. Niet voor winst, maar gewoon. Ja, gewoon dat het gewoon prima gaat en alles mag. Dat we nou al zin hebben. Ja. Ja. Nou ja, Saito, netjes dat hij dat doet. Zeker. Ik ben inderdaad benieuwd of hij bij Utrecht ook doet. Want dat gras mag je eigenlijk niet bedanken. Dat is de wedstrijd waar we nu ook heen gaan. FC Utrecht PSV werd 2-2. En door het slechte veld zou het voor PSV wel gevoeld hebben... alsof ze gewoon een thuiswedstrijd speelden. En met wederom een gehavende voorhoede. Want naast Hazard viel zelfs Van Nistelrooy uit deze week. Was tegen Utrecht net zo sterk als het kwetsbaar was. Naast 4 doelpunten, waaronder een parel uit de dunne beens van Boussaïd... was ook de terugkeer van Ramselaar een mooi moment. De 2-2 zal de Spaanse kater van PSV die tegen Sevilla opliep, nog steeds wel een lichte hoofdpijn blijven houden. Pepijn, wat viel je op in deze wedstrijd? Nou ja, eigenlijk de grote afwezige Ruud van Nistelrooy. Want je ziet het eigenlijk niet zo vaak, dat het echt zo'n voor een griepje afwezig zijn. Maar ik vroeg me dus af, zeg maar, het gaat niet heel erg goed met PSV. Zo'n nederlaag tegen Sevilla hakt er ook in. Ik weet niet hoe de positie van Nistelrooy is, volgens mij nog redelijk zeker. Maar draagt zo'n gelijkspel, of zo'n niet-overwinning voor PSV, zou dat bijdragen aan het zeg maar het opbouwen van het dossier voor Van Nistelrooy. Dus het maakt het uit als je zeg maar, want de jongen is natuurlijk heel lang niet bij Cambuur geweest. Ging het heel slecht met Cambuur, maar niemand keek nog naar de jongen, want hij had daar niks mee te maken, want hij was ziek. Mm-hmm. Maar geldt dat ook voor een losse wedstrijd? Dus dat je denkt moeilijke uitwedstrijd. Ik meld me ziek. We verliezen. Ja. Maar en dat Van Nistelrooy ook daarna Rutte. Rutte nog geen pot gewonnen dit jaar. Nee, precies. Nee. Dus dat was eigenlijk... Nou ja, dat Van Nistelrooy er niet was. Maar ik denk wel dat natuurlijk vanuit het bestuur... naar de verkoop van Gakpo en Madueke... werd er eigenlijk gezegd van ja, dit moesten we doen financieel. En het feit dat we hier sportief heel erg op achteruit gaan... dat nemen we voor lief. Dus daarmee is de volledige druk weggenomen bij Van Nistelrooy... om nog iets van dit seizoen te maken. Dus ik hoop dat... de crisis kunnen we het volgens mij niet meer noemen daar. Want iedereen heeft zich erbij neergelegd dat ze geen kampioen gaan worden. Maar ik hoop dat ik voel een beetje met Van Nistelrooy. Misschien een Arteta-verhaal bij Arsenal Snijboon. Ik mag het hopen voor Van Nistelrooy. Gewoon maar, even al het vertrouwen geven. Laat maar helemaal misgaan. Want jij zegt nou wel, het is dit seizoen geen crisis meer in Eindhoven. Maar Leon, is dat waar? Want ik heb het gevoel dat het eigenlijk gewoon vanaf nu... tot het weer wat beter gaat, gewoon crisis blijft in Eindhoven. Nou, ik vond na donderdag wel... Ik dacht, nou, nu zit de drukte wel echt op richting Utrecht. Moeilijke wedstrijd, nou, dan pak je die punten niet. Alleen, ik denk wel ergens dat het een klein effectje heeft... dat hij er dan niet bij is. Dat toch, ja, weet je, een soort van verzachtende omstandigheid is. Alleen... Hij is er pas weer bij Fortuna thuis en met thuis. Ja, nou, hoe lang zou dat opvallen? Ja. Nee, maar... Ja, ik zou zeggen dat er wel een crisis zou moeten zijn. Maar toch lijkt dat gevoel... Want er is natuurlijk heel veel vertrouwen over naar hem uitgesproken. Hè? We gaan dit voor een lange termijn doen. Hij heeft zelf ook aangegeven, het is niet realistisch, kampioenschap. Dus het is allemaal al wel een beetje ingemasseerd dat het hem niet gaat worden. Dus in hoeverre komt die crisis dan tot uiting? Ik denk eigenlijk
uiteindelijk wij hebben het al eerder gehad dat het communicatief bij PSV redelijk sterk is dat ze die crisis ook zelf afwenden. Dus, ja. dus maar wel een soort van gesloten geheel lijkt het elke keer. Maar ja, het is ook een beetje topclub onwaardig aan de andere kant. Dat als je vierde staat, je moet je beste spelers verkopen omdat er eigenlijk gewoon financieel mismanagement is gevoerd. Dat je denkt van nou, dan mag er toch wel iets meer hijsa en je gaat er 3-0 af tegen Sevilla. Dat ik eigenlijk ze even een crisis in wil duwen, omdat het soms ook goed is dat de boel even opgeschud wordt. Wat moet er dan nu gebeuren dat ze wel echt, want geen kampioen worden is dus geen crisis. 3-0 verlies tegen Sevilla is dus ook niet echt crisis. Wat moet er dan nu gebeuren voordat het wel, zeg maar, wat moet jij nu doen om ze de crisis in te duwen? Ja, ze moeten zichzelf de crisis in duwen. Ja, maar dus daar heb je persuasieve communicatie voor nodig. Ja, maar er moet even oorlog in die kleedkamer zijn van Nistelrooy. Die moet even helemaal lijp worden. Gewoon even Luc de Jong in jongen pot laten spelen. Nou, dat kan niet meer, denk ik. Nou ja, ik heb hier wel staan Motorik de Jong vraagteken in het script. Ja, dat zag er niet goed uit. Nee. Die wordt wel per week wordt een jaar ouder ongeveer. Ja. Maar dit veld hielp niet mee, ook voor hem niet dan. Nee, dat is ja, maar Leon, kom op. Je bent spits van Nederland zelf en Barcelona geweest. Maar toch niet, al speel je op nou ja, hij heeft toch altijd wel zo'n motoriek gehad? Ja, maar het was nu erger. Oké. Ja. Maar je verwacht bij iemand dus met zo'n motoriek dat daar niks in verandert. Nee, je verwacht Berbatov, die gewoon op zijn 39ste nog net zo snel als op zijn 24ste. This is it. Ja. Maar bij hem wordt het nog minder ook. Maar goed, ze moeten even zelf crisis creëren, dan kan het misschien weer beter gaan. Mooi advies, maar Pepijn. Gaan we nog heel even naar de tegenstander van vandaag. FC Utrecht. Labiat is terug bij Utrecht. Nou kan ik me niet... Zo ingewikkeld vind ik dat. Ik heb nou niet het gevoel dat dat de plek is waar Utrecht spelers nodig heeft. Want volgens mij hebben zij een bank aan middenvelders die zeg maar... je kan in de kleedkamer zitten en nog steeds op de bank zitten. Hij had naar PSV moeten gaan, want dan had je crisis gehad. Binnen 2 maanden had je crisis gehad. Ja. En ik wil het heel even hebben over Taylor Booth. Nog van steeds? FC Utrecht. Ja, hij is gewoon echt heel goed. Ja. En zeg maar, ik snap dus ook spelers niet hoe die dan bij Utrecht terechtkomen. Want meestal als er van die spelers uit Bayern 2 dan komen, dan denk je altijd, Adriaan Fijn, weet je wel, of Bayern 2, dat is allemaal heel goed. En dan denk je na een jaar, oh nee, dat betekent dus niet alles. En bij Booth heb ik soort van omgekeerd. Dat ik denk, hoezo is er geen betere club die hem op heeft gehaald? Nee, het verhaal was dat Nagelsmann hem bij Bayern wilde houden, maar als back. Dus de enige manier waarop je zo'n speler dan naar een andere club kan halen, een slechtere club, is om zijn favoriete positie, nou gewoon verder vooruit op het veld. En maar als Bayern 1 je alleen als back wil en je wil zelf verder, dan maar Utrecht. Ja, dat is alles toch wel bijzonder. Ook ja, dat is waar. Dus dat is wel knap. Ja, heel goed gescout. Ja, heel goed gescout. Gaan wij door naar de volgende wedstrijd. En dat is geen wedstrijd, namelijk bij het spel. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu voor half, stem op eens. Oké, Edwin, buitenspel. Ja, Leon, ik ga er stiekem vanuit dat Gijs jou niet goed gebriefd heeft, dus dat jij gewoon even in de luisterstand mag... Of heb je wel een bijtspelletje mee? Nee, ik heb geen... Nee, sorry. Nee, geef Gijs gewoon de schuld van, die kan zich toch niet verdedigen. Ja, dat is waar. Tim. Stade Reims heeft misschien wel de meest bijzondere coach van Europa... Het is allereerst de jongste coach van de vijf grote Europese competities. Will Still heet de beste man. En hij was in zijn jeugd was hij voetballer. En op zijn 17e ontdekte hij het spel Voetbalmanager. Waar Snijbo en ik eigenlijk al sinds de eerste klas middelbare school verslaafd aan zijn. En toen besloot hij gewoon meteen te stoppen met voetballen. En hij wilde coach worden. Dus hij ging gewoon echt opleidingen volgen tot coach. En hij is nu dus, hij heeft zich helemaal opgewerkt vanuit de krochten van het Engelse voetbal tot hoofdcoach van Stade Reims. En die staan gewoon middenmoot League 1, doet het hartstikke goed. Maar hij heeft helemaal geen papieren. Dus elke wedstrijd krijgt Stade Reims 27.000 euro boete, omdat ze een coach langs de lijn hebben staan die geen papieren heeft. Maar hij doet het zo goed dat hij gewoon blijft staan. Dus een paar weken geleden hebben ze ook gelijk gespeeld tegen Paris Saint-Germain. Dus het is een ongelooflijk verhaal van de meest bijzondere coach van Europa. Wauw. Met Folarin Balogun in de spits, hè? Gehuurd van Arsenal. En met Matsushima op verdedigende middenvelder. Ja. Maar het is dus, zeg maar, ik had door Voetbalmanager nooit tijd om die cursussen te volgen. Dus ik snap niet hoe hij dat heeft gedaan. Precies, ja. Wat heeft hij dan wel laten vallen? Hij heeft wel gezegd van... Hij heeft geen relatie waarschijnlijk. Nee, dat denk ik mag hopen van niet. Nee. Hij heeft zelfs dit spel nog gespeeld toen hij assistent was bij Rijn. Want hij begon dit jaar als assistent. En toen is de hoofdtrainer ontslagen. Toen is hij doorgeschoven. Maar toen speelde hij ook nog even hem. En nu is hij wel gestopt. Maar heeft hij helemaal geen papieren? Of heeft hij tot UEFA A bijvoorbeeld? Hij stateloos. Nee, volgens mij. Ja, nee, maar niet in ieder geval. Dat is in niet Nederland ook, pro, toch? Dan, ja, je hebt alleen, alleen met die hoogte mag je dan... In betaald voetbal, ja. Zouden ze dan ook bij een moeilijke uitwedstrijd tegen hem zeggen van...
Ja, meld je maar ziek. Ja, en dan krijg je 13k. Het is wel echt, maar het is heel mooi als je werkgever gewoon zegt, we hebben zoveel vertrouwen in je. We betalen 27.000 euro per week extra, dan, zodat je... Zou je daar niet een hele verknipte relatie door krijgen? Dat ze zoiets hebben van, als hij nu naar Paris Saint-Germain, dan zeg je, maar we hebben elke week van jou... Als de NOS nu tegen jou zou zeggen, Leon, we vinden jou zo goed, maar elke vrijdag betalen we wel 20.000 euro boete, maar we vinden je wel echt goed. Hoe zou je je daarbij voelen? Ongemakkelijk. Zou je er dan wel gaan zitten? Jeetje. Gewetensvraag. Ja, maar het lijkt mij dus verschrikkelijk. Ja, eigenlijk, dat, als maar dat gebeurt, dus ook om, ik zou helemaal niet meer kunnen functioneren dan. Nee, heel veel druk zit erop. Ja. Maar ik zit te denken, je kan toch gewoon een soort Fortuna Sittard scenario met de Hofland en Ulte. Die hadden dat toch eigenlijk ook op een gegeven moment. Dat de ene ging ook niet helemaal goed, dat, hè? Nee. Ging niet goed, maar uiteindelijk... Maar dat was omdat Ulte een van die twee was. Nee, ik denk liever 27.000 euro boete per week dan Ulte. Dan Ulte in de nee, maar je kan er toch wel iemand naast zetten die dan wel nee, dat is waar. Het is toch... Dat zou logisch zijn. Maar dit is een beetje bijgeloof, is dat nu aan het worden. Ja, zou kunnen. Ik denk soms bij die dingen ook dat dat dan is... als je bijvoorbeeld naar Amerika wil, weet je wel, dan ga je doen alsof je gaat trouwen. Er wordt heel veel mee gefraudeerd. Ja. Of ze dat dan ook bij Hofland en Ulte, dat ze op de duur gewoon allemaal vragen hebben gesteld... om erachter te komen wie dan de hoofdcoach was. op de duur ga je als KNVB wel... Twee hokjes in. Dus hetzelfde antwoord. En waar hebben jullie elkaar dan ontmoet? En wat is je favoriete kleur? Pepijn. Ja, ik heb het ook even in het trainersland gezocht... Salernitana, de trainer van Salernitana, David Nicola, die is ontslagen een maand geleden. Hij mocht alleen 2 dagen later, na zijn ontslag, mocht hij weer terugkeren nadat de spelers in opstand waren gekomen, want die wilden hem als trainer behouden. 3 verliespotten later is hij weer ontslagen. Omdat de spelers hem kwijt wilden. In een maand tijd 2 keer ontslagen worden door dezelfde werkgever. Dat is bijzonder, ja. Ja, dat is knap gedaan. Maar goed, hij staat op straat, dus hij is beschikbaar. Misschien als ze... tweede man achter. Ja, inderdaad. Hij heeft misschien papieren. Als stroomman van Schreuder misschien. Schreuder naar Rijms. Schreuder naar Rijms, ja. Nou, ik weet niet of die... Schreuder naar AZ, Pascal Jansen naar Rijms. Oh, ja. Stop de tijd. Want Schreuder is dan weer de assistent die soort van het tactisch genie dan is. Maar dat kan niet als... Nee, dat kan niet. De hoofdcoach assistent moet zijn die het tactisch genie is. Ja, dat is je hebt gelijk. Ja. Dus Schreuder blijft lekker thuis. Gaan wij naar Go Ahead tegen Twente. Zonder Robin Prupper trad Twente aan tegen Go Ahead. En dat Lars Unestauer miste was vrij duidelijk. Hij veranderde eerst de 20 minuten van Courtois en Grandel. En zo stond Twente opeens met 2-0 achter binnen een kwartier. De Twente-fans besloten hierop dat ze niet meer wilden zitten. Dus gooiden naast vuurwerk ook met stoelen naar het veld. En na een onderbreking van ruim een half uur bleef de stand gewoon rustig zoals hij was. En dus won Go Ahead van Twente. Pepijn... Wat gebeurt er allemaal bij het hele jaar zo lekker rustige FC Twente de afgelopen week? Ja, Arnold Bruggek is hier aan tafel geweest. En, nee, die heeft natuurlijk heel het bestuurlijke scenario uitgelegd. Hoe ze dat voor zich zien. Maar ik denk wel dat het voor een trainer... Want Ron Jans heeft dus aangekondigd dat hij ermee gaat stoppen. En kijk, een week later, ze gaan kansloos onderuit tegen Go Ahead. Ik denk wel dat dat heel erg moeilijk is. Vooral voor spelers die doorlopend contract hebben. Tuurlijk speel je heel erg voetbal voor jezelf. Maar lijkt het me toch moeilijk om nu een trainer... Om als trainer oprecht te blijven naar je groep toe. Om zeg maar, ik geloof oprecht in de intrinsieke motivatie van Ron Jans. Maar toch denk ik dat je dat het moeilijker over kan brengen. Als je weet dat je gaat stoppen. En als je ook weet dat er niet een andere klus voor Ron Jans is. En niet meer een afbraakrisico dat hij voor zijn volgende topclub, voor zijn Ajax, dat hij nog op zijn bek gaat nu bij Twente. Het maakt allemaal niet zo heel veel meer uit voor hem. Alleen voor zijn goede gevoel over te houden in deze tijd. Dus ik denk dat het een gevaar wel is geweest om het vertrek nu al aan te komen. Maar Leon, waarom zou je dat nu zeggen? Waarom zou je het in de openbaarheid brengen? Waarom wacht je niet gewoon tot na het seizoen dan? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ja, dat, toch? Ja, zeker. Ja, het is een beetje nu alsof je zegt, nou, we gaan in de zomer maken we de relatie uit. Maar we blijven nog wel heel eventjes samen. Ja, dan is het want we hebben nog een huurcontract. Ja, precies. Ja, ja zoiets, ja. Die hypotheek moet... Je zag de pijn even terug in het verleden. Dus ik weet niet wat het was. Ik dacht het heen. Is het ook niet omdat Twente op de achtergrond gewoon gaat zoeken naar een nieuwe trainer? En dat als zoiets dan... uitkomt dat je dat liever voor wil zijn. Maar wil je dat? Is het heel erg om dat voor te zijn? Kijk, bij Slot AZ Feyenoord doet het me een beetje aan denken. Dat je ex waarmee je dan in dat hypothetisch je ex waarmee je dan in dat huurhuis woont, dat iedereen haar dan met haar nieuwe vriend al in de stad ziet lopen. Ja. Dat is voordat het. Jij nog aan iemand hebt kunnen zeggen dat het uit was. Ja, maar het is verder niet zo erg. Kijk, als het uitlekt, dan kun je gewoon open zijn. Dan kun je gewoon zeggen, ja, inderdaad, we hadden intern al afgesproken dat Jansen na dit seizoen mee zou stoppen. Ik snap niet helemaal de communicatie. Ik zie het voordeel niet zo ervan in. Ik ook niet. De openheid.
Ik denk dat ze dachten, nou, dit lukt wel. Hij is zo overtuigend, oprecht en hij kan alsnog motiveren. Dus ik denk dat ze gewoon de gok hebben genomen in alle openheid. Het is ook een beetje opportunistisch. Voor hetzelfde geld gaat het, pikken ze het weer op en gaat het goed. Maar ik zou het als speler lastig vinden. Ja, en je ziet het gewoon vaak dat als dit bekend wordt gemaakt, dat het dan gewoon... Het was toch ook met het bondscoachschap zelf zo? Dat ze hadden gezegd van Danny Blind neemt het over na Guus Hiddink. Zoiets dergelijks was het? Weet jullie dat nog of niet? Het was na het eerste vertrek van Van Gaal, toch? Dat er zo'n hele stoelendans toen ontstond? Nee, dat was... Nou goed, ik heb het nu even niet paraat. Maar dat werkt gewoon niet. Het is gewoon raar. Je moet duidelijkheid hebben. Kijk naar Heitinga. Ja, nee, inderdaad. Ja. Gewoon... Maar kijk, want ze gaan nu op zoek naar die nieuwe trainer. Stel je voor, er komt nu uit wie dat gaat worden. Dan is het ook raar. Dat was een beetje met Slot en Advocaat volgens mij zo. Toen wist iedereen al dat Slot het ging worden. En toen zat de Advocaat nog zo die laatste wedstrijd uit te zitten. Toen zeiden we volgens mij ook... Ja, wissel dan maar alvast. En daar hadden ze het nog bonter gemaakt. Want toen hadden ze ook gezegd van... ja, we hebben Kuyt beloofd dat die Advocaat mag opvolgen. En dat is uiteindelijk toen niet doorgegaan. Weet je nog, dat is ongelooflijk raar. Nou ja, bij Twente iets meer onrust, maar nog steeds een knappe klassering. Gaan wij door naar RKC tegen Fortuna. 3-1. De carnavalswedstrijd. In het jaarlijks terugkerend carnavalstenue liep RKC na 90 minuten de Polonaise naar plaats 8 op de ranglijst. Prins Carnaval was uitblinker Mats Seuntjes tegen zijn oude ploeg. Terwijl Fortuna-coach Velasquez werd weggestuurd wegens gek gedrag. En van afstandje druk telefonerend zag hoe RKC uitliep naar een 3-1 overwinning. Leonne, dit was een beetje dit was de topaffiche van het weekend. Bas Nijhuis tegen Velasquez. Heb je genoten? Oh, nou ja, daar gebeurde zoveel. En ik moet zeggen, kijk, ik vind Velasquez over het algemeen behoorlijk gekke man. En als je naar hem zit te kijken, denk je, jezus, ga gewoon heel even rustig zitten. En het hoeft allemaal niet. Maar in dit geval snap ik wel dat hij op een gegeven moment wel even... van zijn theewater raakt. Want het is wat Nijhuis dan weer aan het doen is... met zijn eigen regels, is echt verschrikkelijk. Dus ik snap het, dit keer. Maar voor de rest heb ik er geen begrip voor... hoe hij zich gedraagt. Absoluut niet. Ik vond het beeld van Velasquez op die tribune... helemaal een soort van ijsberend op zijn plek zittend, bellend... en toen na de 3-1 gewoon als zo'n boze fan... gewoon eerder weggaan bij de wedstrijd. Vond ik wel geniaal. Mag je dan wel eigenlijk vanaf de tribune gewoon schreeuwen? Naar de scheidsrechter. Ja. Want je bent al weggestuurd, maar je mag daar dus wel zijn spreekkoren inzetten. Ja, echt een hele erg spreekkoren. Zo'n trommel opeens. Of dat hij gewoon de stadionspeaker even overneemt. Ja, inderdaad. Tim, om Bas Nijhuis een beetje te duiden. Zijn rode kaart was nog in plastic verpakt. Ja. Nee, maar dat is volgens mij was er ook stond er laatst in de VI een statistiek dat van de afgelopen 50 wedstrijden had hij 0 keer rood getrokken en de gemiddelde scheidsrechter 8 of 9 keer, weet je wel. En de eerste keer rood trekt hij dan voor een trainer en dan zat hij nog in de verpakking. Ik wist helemaal niet dat die dingen in de verpakking worden geleverd. Nee. Zijn die dan ook meer waard? Dat is met Pokémon kaart. Als ze nog in de verpakking zitten al heel lang. Die van Nijhuis zijn heel veel waard. Dat in ieder geval. Gekeurd op den duur. Nijhuis heeft glitterrode kaarten. En dan nog even heel even kort, jongens. Het carnavalshirt, RKC. Het jaarlijkse vorig jaar was hij met een soort ben van confetti. Ben je echt een carnavalsvierder, Leon? Nee, ik heb dat niet meegekregen van huis uit. Heb jij het nooit gevierd? Ik heb het wel een keer gevierd. Dat vond ik best wel leuk. Hoe was je verkleed? Met nog iemand als Theo en Thea. Oh ja. Dat is wel niche, hoor. Dat is toch Paul de Leeuw? Of is dat niet Theo en Thea? Nee. Dat is met die twee tandjes. Oh weet ja. Wel. Ja. Dat is een periode dat ik dat heel grappig vond. Vet? Nee. Van de rest je kan ook. Altijd wel merken dat Tim helemaal geen carnaval er is. Want die vraagt, hoe was je verkleed? Terwijl echt carnaval gaat niet per se als iets verkleed. Nee, maar als Leonne zegt dat ze het niet heeft meegekregen... Nee, dan snapt hij ook wel dat ze niet in jasje komt. Ja. Nee, maar aandoenlijk voor mij. Ja, gewoon, ik ben zo trots dat ik nog nooit dat feest heb gevierd. Heb je het nog nooit gedaan? Nog nooit. Oh. Nee. We wel een keer proberen, om zeker te weten dat je het niet leuk vindt. Volgend jaar lekker naar Breda kom je dan bij mij op bezoek. Gaan we lekker carnaval een maat. En dat om 6:00 ochtend opstaan met zijn kind. Ja. Helpt Sammy ons wakker. Pardon, papa, even met z'n tweeën. Lekker carnavallen met de hoempapa. Tim kan zo ongelooflijk goed blaasinstrumenten met zijn mond. Dat is echt indrukwekkend. That's what she said. Cambuur, Heerenveen met 1-2. Veel derbies in het noorden van het land dit weekend. De eerste was de Friese derby. Cambuur schoot dankzij Paaseiland Bill Johnson uit de startblokken. Maar daarna was het vooral Heerenveen dat de scepter zwaaide. Dankzij een gelukkig doelpunt en een heus, ik mag het zeggen, hotse knotse begonia doelpunt, kwamen ze verdiend op voorsprong. En zo stijgt het gat tussen nummer 18 Cambuur en de veilige 15e plek inmiddels toch al naar 7 punten. Pepijn. Dat was wel een lekkere derby, toch? Ja, het is heerlijk met al die noordelijke derbies. Het is altijd chaos. Het is een soort van, ook ver van mijn bedshow. Ik ben zuidelijk Nederland georiënteerd. Dus het voelt altijd als heel ver weg.
Maar het ziet er wel echt heerlijk uit, zo ook deze. Maar ik wil het even voor het spelen, want nou ja, de sfeer was goed. Maar die van Ewijk, het is een beetje jouw pareltje toch, Snijboon? Nee, mijn pareltje. Jouw pareltje. Ik vind het ook echt een pareltje. En hij is een van die spelers waarvan ik kan hebben als hij een grote mond heeft. Hij heeft voor het seizoen, volgens mij zat hij te zeiken op de top drie dat ze hem niet haalden. Dus dat PSV en MWN haalden. Maar hij maakt het gewoon helemaal waar. En daar zag ik van de week dat de cijfers uit waren gekomen sinds het seizoen 2021. Is hij de meest succesvolle tackles. Nummer 4 crosspasses over het hele veld heen. Meeste minuten gemaakt in de Eredivisie. Hoogste topsnelheid. Dus het is echt indrukwekkend. En de tweede meeste intercepties. 87 intercepties gedaan. Dus het is ook nog eens, het is niet alleen hoe je het ziet, maar ook nog eens volgens de statistieken gewoon een toppetje. Kijk. Dus, welke club moet hij naartoe? Ja. Feyenoord. Rechtsbackie. Leuk. In plaats van Pedersen? Hij komt uit de jeugd, hè? Van Ewijk naar Feyenoord. Tim, het is jouw beurt. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. Ja, sinds het WK ga ik even iets losser om met die weetjes. Ik vind internationaal toch ook wel eigenlijk hartstikke leuk. En dit kwam vrij recent in het nieuws dat Dayo Upamecano, de centrale verdediger van Bayern München, die had tijdens en na wedstrijden altijd heel veel last van zijn keel. Dus zocht hij hulp bij een operazanger uit Leipzig en om gewoon stemoefeningen te doen. En ik hoor dan meteen die gozer van geld lenen kost geld. Dus dat hij tegen de licht zegt in je rug. Ja, ik vind dat toch wel bijzonder en leuk. Ja, ik vind dat wel top hoor. Toch? Ja, serieus. Het is echt... En ook gewoon, nou, wat ik het leuke eraan vond, ik heb dit verhaal voorbij zien komen, dat hij daar gewoon open over is. Weet je, er zit natuurlijk zoveel taboes in de voetbalwereld. Maar dat hij gewoon durft te zeggen, ja, nee, ik ga naar een operazanger voor stemtechnieken. Nou, dat vind ik te gek. Taboe op de operazangers. Ja. Zijn er veel taboes in de operawereld? Wel in de voetbalwereld op operazanger. ik zie trouwens ook in de operawereld wel op voetbal. Hij mag trouwens wel De Ligt ook even sturen. Die is altijd een partij schoor naar die wedstrijd. Ja? Zouden ze een a cappella kunnen zingen? Kanon. Kanon, ja. In een. Dankjewel. Tim, gaan wij naar Excelsior NEC. Maar dat is de 8-uur-wedstrijd. Die wordt momenteel gespeeld. Het is nu rust, maar we gaan niet kijken. Want zoals altijd bij de 8-uur-wedstrijd pakken wij even onze glazen bol. Gaan we eens even kijken erbij. Of die analist er wat van weet. Hashtag Dijkhuizenbal tegen de kleuters uit Nijmegen. Nummer 12 tegen nummer 14. En onthoud bij jullie voorspelling dat NEC dit seizoen nog 12 keer gelijk heeft gespeeld. Ja, ik wou zeggen, dit gaat 100% 1-1 worden. Ik dacht 2-2. 100% hè? Oké. Okay. Dat is echt persuasief. Ja. Jeetje, ja. Ik hoor net 1-1. Ja, 1-1. Ja. Maar okay. Hoeveel staat het nu? Kan je dat zeggen? Nee, dat doen we niet. Oh, jammer. Het staat 4-4. Nee, ik zeg 1-2. Oké. Okay. Nijman, doe jij ook mee of niet? Nee, want ik heb net gekeken hoeveel het staat. Oké. Gaan wij door. Dank jullie wel. Volendam Vitesse werd 2-0 in een wedstrijd die in teken stond van herdenkingen van Wim Kras en Christian Atsu. En de bestuurlijke chaos van Volendam. En het feit dat Vitesse wellicht geen stadion meer heeft, werd er ook nog gevoetbald. Darryl van Mieghem gaf Volendam met 2 goals een verrassende, maar volledig terechte overwinning in het oog van de storm. Tim, ik wil maar 1 ding van je weten, jongen. Team Jonk of team bestuur? 1000% team Jonk. Ja? Ja, man. Er zijn zoveel clubs die de grootte van Volendam hebben, die helemaal naar de kloten gaan, omdat er geen enkele vorm van beleid is. En hoe het bij Volendam zit, ik zal het proberen zo simpel mogelijk te houden. Je hebt eigenlijk een bestuurlijke laag en dan heb je een voetbaltechnische laag. En die bestuurlijke laag heeft heel veel bedrijfsknow-how en zijn op de centjes en hebben heel weinig kennis van voetbal. En ze hebben Wim Jonk dus aangesteld toen de club op het dieptepunt zat. Ze waren 16e, stonden ze geloof ik in de KKD. Toen hebben ze Team Jonk binnengehaald, wat 6 mannetjes zijn die... Het zijn bedweters, maar ze zijn ongelooflijk begaan en hebben gewoon een idee over voetbal. En nu gaan de bestuurders en de raad van commissarissen, die krijgen in één keer grote bek, omdat ze nu best wel prima gaan in de Eredivisie. En dan vinden ze dat Team Jonk te veel invloed krijgt. Ik vind het eigenlijk een grof schandaal. Ze moeten gewoon ongelooflijk dankbaar zijn. Ongelooflijk dankbaar zijn. Hij kan zichzelf ook zo lekker opjagen. Ja, maar even serieus. Ze moeten toch dankbaar zijn dat Wim Jonk, dat is gewoon een supergoeie voetballer geweest. En echt een prima trainer met hele duidelijke ideeën, die ook heel erg beïnvloed is door Johan Cruijff. Nou ja, die snapt er ook wel iets van. Dat die gewoon zin heeft om die club te helpen. Ik snap gewoon niet dat op deze manier zo heeft kunnen ontstaan. Ik ben 100% Team Jonk.
Daarbij heb ik ook het gevoel dat veel spelers die oh nee, 1000% nu bij Volendam spelen, nul daarvan hebben voor Volendam gekozen door teambestuur. En best wel veel spelers voetballen daar omdat Jonk daar rondloopt. Ja. Karel Eiting had niet bij Volendam gespeeld als Jonk daar niet had gezeten. Zeker weten. En wie er in het bestuur zit, maakt hem denk ik niet heel veel uit. Zijn er nog, Jan Smit schijnt die ook wel... Jan Smit is dus helemaal team Jonk, hè? Ja, hij zegt zelf, ik ben een fucking zanger. Ik snap er geen reet van. Dat zei hij gelijk. Ja, hij zei, ik ben maar slechts een zanger. En hij voelt zich gewoon echt ook een beetje bedrogen door al die RVC-leden. Die gewoon van die constructie Team Jonk af willen. Terwijl, omarm het alsjeblieft. Het is eigenlijk dus gewoon weer een voetbalclub met gedoe. Ja. Want waar met, is het, mannetje, waar, met ja. mannetjes. Ja. Maar, zoals ze dat dan zeggen, de bestuurlijke chaos is nog niet te zien op het veld. Want door de overwinning heeft Volendam 20 punten en staan ze op een toch wel lekker warme plek 14. Jonkbal. Gaan wij door naar de laatste wedstrijd Groningen tegen Emmen. De ons zo gehate hondsrug derby, vooral de naam, was in een uitverkochte Euroborg. En veel zat mee voor Groningen tegen FC Emmen. Ze kwamen op voorsprong en bij 1-1 ook nog rood voor dubbelspion Mike de Wierik. Maar winnen deed het nog steeds niet. Het eindigde in 1-1, waardoor de inzameling van der Ree gewoon door kan blijven gaan. Mensen blijven storten voor Dennis van der Ree. Help hem de winter door. Tim, Mike de Wierik kwam na de wedstrijd voor de camera. En dat verbaasde mij enorm. En toen dacht ik, hoeveel procent kansen is er dat Mike de Wierik voor die camera was verschenen als die wedstrijd niet in 1-1 was geëindigd? 0%. Nul? Maar ik vind dat Dennis van der Ree elke week voor de camera verschijnt nog veel knapper. Want dit is dan een gelijkspel. Maar ik denk dat dit is het gelijkspel wat het meest als een nederlaag voelt ooit, denk ik. Ze hebben er helemaal niks aan. Dit was tegen de directe concurrent. Ze waren veel beter. Die tegenstander kreeg rood. Wat zou jij doen, Leonne, als je Dennis van der Ree was? Gewoon sowieso. Als het zo tegen zit. Je kan hier toch helemaal niks mee. Het is zo zielig voor die man. Zo, ja, nee. Ik heb ook niet echt een oplossing voor hem. Maar het is echt... Ik vind het een hele moeilijke situatie. Kijk, bij ons, bij de NOS ging het er ook eventjes over toen Vladeris natuurlijk eruit vloog. Dat was eigenlijk het moment om ook van trainer weer te wisselen. Mm-hmm. En nu zit je hier in de vast, het gaat echt niet beter worden. En ja, ik kan me niet voorstellen dat ze niet degraderen. Maar ja, kon jij gewoon, zeg maar, puur het feit dat hij weer voor die camera... Kon jij, als jij na een nederlaag of zo, kon jij het relativeren in je hoofd na een wedstrijd? Rustig blijven? Ja, jeetje, ik heb nooit om degradatie moeten voetballen. Dus ik kan me bijna niet voorstellen. Ik heb nooit een tegenslag gehad. Nee, helemaal niet. Nee, ik denk toen niet. Ja, als ik zo oud ben zoals ik nu ben, zou het wel moeten lukken. Maar als ik de leeftijd van de speler is natuurlijk wel anders. Ja, ik vind... En ook niet alle trainers kunnen het. Nee, precies. Maar nee, ik zou het... Ik vind het heel knap dat hij het kan. Dat hij überhaupt in deze positie zit. Ja, maar dat is dus een ongelooflijk giftige situatie. Want hij is gewoon fan van die club. Dat hebben we wel vaker gezien. Dat ze daar een fan neerzetten. En die laat zich gewoon volkomen misbruiken. En met een beetje pech is het einde van zijn carrière. Als het tegen zit. Het zal hem in ieder geval niet helpen. 25 februari, 4:30, Groningen thuis tegen Excelsior. Zeg maar, je hebt do or die en dan heb je do or die en dan heb je dit. Want daarna is het Feyenoord-Groningen en dan Heerenveen thuis. Dus Excelsior thuis aankomende zaterdag is wel de kans voor Groningen om toch nog een beetje perspectief en voor zichzelf te houden. En ongelooflijk dat het stadion vol zat trouwens. Hè? Ja. Dat vind ik wel echt vet. Niet. Ja. Mensen, dit was hem. De 22e speelronde zit er alweer op. Leonne, dankjewel. Graag gedaan. Wij zien jou hier woensdag. Dan fiets je hier weer heen voor de persconferentie. Leuk. Dank daarvoor. Tim, dankjewel. Pepijn, dankjewel. Goed dat jullie er zijn, jongens. En dan gaan we lekker met Sammy knuffelen. Zien wij jullie woensdag. Dag.